Bodemverdichting heeft een enorme impact op de vegetatie en het bodemleven. In dit deel gaan we na of die impact onder alle omstandigheden en in alle bodems even groot is. We hadden het in een vorig deel over de ideale samenstelling van een vruchtbare land- of tuinbouwbodem. Dat zijn trouwens bodems die door ploegen en toedienen van compost of groenbemesters kunnen hersteld worden. De samenstelling van bodems onder bos- en natuurgebieden kan je niet zomaar veranderen. De gevoeligheid voor en impact van bodemverdichting hangt in de eerste plaats af van de bodemtextuur. Zandkorrels zijn groot en grof en er zit veel ruimte tussen de korrels. Duw je op een zandbodem, dan schuiven de zandkorrels over elkaar dichter opeen. Zand is als het ware een zachte bodem. Met een zware machine over een droge zandbodem rijden leidt tot diepe insporing. De bodemverdichting gaat diep. Leemkorrels zijn heel wat kleiner. Ze kunnen minder goed worden samengedrukt. Kleimineralen lijken eerder op plaatjes en blokjes. Het is zeer moeilijk om ze samen te drukken. Dus hoe hoger de kleifractie, hoe minder gevoelig een bodem is voor compactie. Droge zandbodems, zoals in duinen, zijn dus het meest gevoelig voor verdichting. Leembodems zijn al minder gevoelig. Kleibodems zijn het minst gevoelig. De cijfers zijn ruwe theoretische inschattingen van de maximale draagkracht in kilopascal. Ze zijn misschien gemakkelijker te interpreteren als je ze door 100 deelt. Dan krijg je kilogram kracht per vierkante centimeter. Vorige cijfers zijn theoretische maximumwaarden. Bij een hogere druk veert de bodem als het ware niet meer terug en is er blijvende verdichting. Maar dit is allemaal theorie in de veronderstelling dat een statische kracht loodrecht naar beneden drukt op een droge bodem, zodat de minerale bodemdeeltjes dichter op elkaar worden geduwd. In de realiteit werken er op een rijdend wiel krachten en krachtmomenten in verschillende richtingen. Daardoor wordt op de bodem onder een rijdend wiel zowel een verticale druk uitgeoefend, die zorgt voor compactie, een zijdelingse uitwaartse druk, die zorgt voor insporing. Draaiende wielen creëren ook een schuifspanning die de bodemstructuur kan kapotmaken. En de theoretische cijfers gelden ook maar voor droge bodems. In België kan het wel eens regenen en iedereen weet wel dat modder anders aanvoelt dan een droge bodem. De reactie van de bodem op de inwerkende krachten hangt dus ook in belangrijke mate af van het vochtgehalte. De reden dat een zandbodem gemakkelijk kan worden samengedrukt heeft te maken met het feit dat zandkorrels maar door losse krachten worden gebonden. Gooi je droogzand op een hoop, dan schuiven de korrels door de zwaartekracht over elkaar heen naar beneden. Het enige wat een zandkorrel belet om verder naar beneden te schuiven, zijn wrijvingskrachten tussen de zandkorrels onderling. De hoop zet zich op het moment dat alle wrijvingskrachten in evenwicht zijn met de zwaartekracht. De helling van de hoop zand vormt dan een bepaalde hoek, de inwendige wrijvingshoek of storthoek genoemd. De oppervlaktespanning van water zorgt er bij vochtig zand voor dat er zich rondom elke zandkorrel een dunne waterfilm bevindt. En watermoleculen trekken elkaar onderling aan. We noemen dit cohesie. Vochtige zandkorrels hangen dus redelijk goed vast aan elkaar. De storthoek van een hoop vochtig zand is hoog en er moet vrij veel kracht worden uitgeoefend om vochtig zand samen te drukken. Indien een zandbodem volledig met water is verzadigd, dan is er geen direct contact meer tussen de zandkorrels. Zandkorrels hangen dus niet meer vast aan elkaar. De bodem gedraagt zich als een vloeistof. Toch is er nauwelijks kans op bodemverdichting als je over een met water verzadigde zandbodem rijdt. Het water heeft namelijk geen tijd om uit de poriën te ontsnappen. De bodem wordt niet samengedrukt. Wel krijg je insporing doordat een deel van de grond zijwaarts wordt opgestuwd. Als je dan ook nog eens onvoorzichtig rijdt en de wielen laat doorslippen of een zware last sleept, wordt de bodem versmeerd. De bodemstructuur wordt volledig kapot gemaakt.
Versmeerde bodem is eigenlijk geen bodem meer, maar gewoon een hoop grond. Klei gedraagt zich tegenovergesteld van zand. De moleculen van kleimineralen vormen een soort van blokken die mooi in elkaar passen en een stevig rooster vormen. Vandaar dat klei er onder een elektronenmicroscoop uitziet als plaatjes of blokjes. Cohesiekrachten tussen de molecuulroosters zijn zeer groot. Droge klei kan moeilijk worden samengedrukt. Maar het moment dat klei wordt bevochtigd, zwellen de kleimineralen op. De molecuulroosters komen los van elkaar en kunnen beginnen schuiven. Vochtige klei kan dus gemakkelijk worden samengedrukt en je krijgt snel insporing. De kans op insporing is dus hoog in alle bodems waarvan de bodemdeeltjes maar zwak worden samengehouden. Dit zijn droge zandbodems, vochtige leem- of kleibodems en alle natte bodems. We zagen al dat gevoeligheid voor bodemcompactie in droge bodems duidelijk afhangt van de textuur. Er is een duidelijke afname naarmate het kleigehalte toeneemt. In vochtige bodems is het verschil tussen textuurklassen grotendeels weggevallen. De draagkracht van vochtige zandbodems is iets toegenomen, maar is ongeveer hetzelfde als een vochtige leembodem. Vochtige kleibodems zijn het meest gevoelig voor bodemcompactie. Het vochtgehalte van een bodem is dus nog belangrijker dan de hoeveelheid druk die op een bodem wordt uitgeoefend. In een specifiek onderzoek kwam men tot de conclusie dat een toename van het vochtgehalte van een bodem met 5% ongeveer hetzelfde effect heeft als een toename van de druk op de bodem met 50%. In praktijk moet dit iets afgezwakt worden. In humusrijke bodems helpt het organisch materiaal de cohesie tussen bodemdeeltjes versterken. En bosbodems zitten vol met boomwortels. De draagkracht en weerstand tegen bodemcompactie van beide types bodems is iets hoger. Anderzijds kunnen de gevolgen in praktijk ook veel erger zijn. De Internationale Arbeidsorganisatie raadt het gebruik van rijdende machines af op hellingen van meer dan 15%. Eventueel kan dan nog wel met de rupsmachines worden gewerkt, of met kabels, of er kan worden bijgesleept met paarden.